Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe serie op het YouTube kanaal van Darts Actueel. We zijn hier vandaag te gast bij Benji in Spijkenisse voor een hele bekende darter. Welkom bij Rood. Ik kom uit Leidschendam. Ik ben op dit moment het nummer 26 van de wereld. Ik heb de halve finale gehaald op de World Matchplay en ik zit in Rood voor de Jeugd WK. Welkom in onze serie. Dankjewel. Ja, jij bent je druk aan het voorbereiden op Jeugd WK, hè? Zeker weten, ja. Ik sta hier nu ongeveer elke dag 3-4 uur te gooien. Ja. Kijk je er erg naar uit? Ik kijk er zeker naar uit. Het is toch weer een titel wat ik eigenlijk nog nooit gewonnen heb. Dus wat ik eigenlijk wel op mijn cv wil bijschrijven. Dus in principe ben ik er wel vol mee bezig. Ja. Als we nou ervaren, wat is belangrijker, titel of een plek op de Grand Slam? Waar gooi je meer voor? Een moeilijke vraag, maar ik denk dat ik toch wel voor de titel ga. Oké. Okay. Jij bent natuurlijk wel echt de topfavoriet, denk ik, samen met Ted Evans. Maar ik denk jij iets meer, dat jij weinig development toegegooid. Heb je dat met een reden gedaan? Ja, dat heb ik inderdaad met een reden gedaan. Ook omdat het schema van de tourkaarthouders heel erg druk is. En ja, je wil gewoon ook af en toe een weekend vrij. Dus heb ik eigenlijk de keuze gedaan van ja, ik ga 2 development tour weekenden gooien. En zo plaats ik me eigenlijk sowieso voor het JGK. Ik ben een van de kanshebbers. Dat komt ook door de prestatie van vorig jaar op de World Matchplay bijvoorbeeld. Zeker weten. Kijk, ik heb daar halve finale op de World Matchplay gehaald afgelopen jaar. Dus dat ik zeker een favoriet heb, dat weet ik ook. En ik hoop dat ik die rol ook waar kan maken. Heb jij dan ook de indruk dat als je daar in het deelnemersveld loopt, op een development tour of straks op het JVK, dat die andere spelers tegen jou opkijken? Ja, dat denk ik zeker. Kijk, ik merk af en toe ook wel als ik op de development tour ben en ik speel dan toch tegen best wel een goede speler, dat ze dan toch net dat ene dubbeltje of een pijltje of een dubbel missen en, waardoor ik dan toch door kan lopen. Heb jij moeite met die favoriete rol of past dat je prima? Nee, dat past me prima. Vind je van de drukte van die dag? Het is een lange dag. Jij speelde na waarschijnlijk ook nog de Grand Slam Qualifier. Klopt. Ja. Zit je daar dan al met het Jeugd WK in je hoofd? Of heb je echt eerst het Jeugd WK en dan gaan we de volgende stap krijgen? Nee, ik heb in mijn hoofd gewoon sowieso eerst het Jeugd WK. Ook omdat ik natuurlijk die titel nog niet heb. Dus die wil ik gewoon best wel graag op mijn cv schrijven. En ja, als dat klaar is, ja, dan komt de Grand Slam Qualifier en dan gaan we daarop focussen. Ja, we zijn natuurlijk hier bij Benji. Wat betekent Benji nou echt voor jou? Waarvoor zijn wij hier? Nou, Benji betekent heel veel voor mij. Ook omdat ik natuurlijk toen ik, 3 jaar geleden in de financiële problemen kwam. Toen heb Benji tegen mij gezegd van, joh, kom hier werken. Nou, uiteindelijk heb ik al mijn schulden af kunnen lossen. Nee, ik heb hier een onwijs mooie trainingsruimte. Dus ik werk eigenlijk halve dagen en de rest van de dag sta ik hier te trainen. Ja, en dat past perfect bij mij. Na 2016, 2017 was voor jou een dipje. Eind 2017 ging de lijn weer omhoog. Klopt. Maar op het moment dat jij de tourkaart pakte, is het hoogtepunt tot nu toe natuurlijk geweest, die halve finale op de matchplay. Kan je ons even meenemen naar die week, hoe je dat beleefd hebt, dat toernooi? In principe ging het er al heen. We wisten de loting eerst onder Michael Vergeuwen. En ik had natuurlijk de UK Open, had ik van Michael Vergeuwen gewonnen. Dus ik ging er sowieso heen van, joh, ik heb sowieso een kans. Ik weet dat ik hem kan beslaan. Maar ik was ook gewoon al blij dat ik geplaatst was voor de World Matchplay. Ook omdat het is natuurlijk een major waar je niet makkelijk voor plaatst. Ja, en dat was voor mij al eigenlijk een soort van voldoening. En dat heeft mij eigenlijk een soort van, denk ik, ook wel door de week geholpen. Ook natuurlijk omdat ik van Vergeuwen won. Dat gaf je, zelfvertrouwen een onwijze boost natuurlijk. Ja, zo zie je maar. Dan pak je Lewis daarna. Sisson daarna. Ja, uiteindelijk ging ik tegen Gary Anderson eruit. Die ook uiteindelijk won. Maar goed, ik heb een onwijs goed toernooi gespeeld. Prestatie om trots op te zijn. Daar gaan ongetwijfeld in de rest van jouw carrière nog vele van gaan volgen. Ik had een vraag, even kwijt. Ik kreeg gelukkig knippen. Wat vind jij ervan, je gaat ook naar het Jeugd WK. Wat vind je ervan dat het niet op een podium wordt gespeeld, dat alleen de finale op een podium wordt gespeeld? Dat je speelt in pools en dan vervolgens gaan knock-out ronde in. Wat vind je van het format? Ik vind het in principe best wel een goed format. Aan de ene kant, ja.
wil je dat op een tv te zien hebben? Ik denk ja, niet echt dat mensen daar naartoe gaan zitten kijken. Ook omdat het niveau toch iets minder is als een major televisietoernooi. Dus ik denk dat het eigenlijk best wel goed format is. En kijk, in principe die gasten die in die finale staan, die kunnen gewoon een gemiddelde van 100 gooien. Dus dat is dan weer wel aantrekkelijk om te kijken. Wie denk je dat jouw voornaamste concurrenten gaan zijn? Ik denk zeker Ted Evans, want Ted Evans die staat op dit moment volgens mij nummer 1. Dus dat is zeker een concurrent waar ik voor uit moet kijken. Ik denk ook wel Geert Neentjes kan misschien raar uit de hoek komen. En voor de rest, ja, misschien Ryan Michael. Ja, daar houdt het denk ik wel een beetje mee op. Ja, dat is mooi. Is nu tijd om het materiaal van Jeffrey te gaan bekijken? Ja, Jeffrey, je materiaal. Ja. Je hebt zelf Dice laten ontwikkelen bij Unicorn. Zeker, ik werd sinds dit jaar natuurlijk gesponsord door Unicorn. Dus ik heb eigenlijk, de basis is mijn oude bel geweest. Dus de oude Constant B, zeg maar. Alleen ik had te weinig grip voor mijn gevoel. Dus dan heb ik eigenlijk ja, een soort van micro-grip nog in de ringetjes zitten. En ja, zo is eigenlijk de bel ontstaan. Ik zie dat je grippunten hebt. Klopt, ja, grippunten met de nieuwe technologie van Unicorn ook nog eens, de Volute Point. Dat is, zorgt ervoor dat mijn pijl stabiel in het bord zit. Want, je beschadigt het ook niet meer. We zijn toegekomen aan het 1001 speel. Jeffrey is zich even in een andere ruimte aan het opwarmen. Terwijl wij de prijs gaan introduceren. De prijs wordt gespeeld om een mooi reispakket. Wat de jongens de winnaar mee kan nemen op weg naar Wigan, naar het jeugd-WK. En de bedoeling is natuurlijk om de 1001 in zo min mogelijk pijlen uit te gooien. Mochten we gelijk staan, dan kijken we naar scores en dat gaat om wie de hoogste dubbel uitgooit, die wint. Mocht dat eventueel dezelfde dubbel zijn, dan gaan we naar de meeste ton plus kijken. Erik, die staat even uit beeld. Maar wij gaan zo beginnen met 1001 game. Jeffy, ben je een beetje klaar voor? Ik wel, ja. Dat gaan wij aan de hand doen van DartCounter. Dat is een app die je kan installeren in je Android of in je Apple Store. Het is heel simpel. Ik heb nu 1001 geselecteerd, ik heb de naam van Jeffy geselecteerd. We gaan best op 1 spelen. Straight in, dubbel out. En ik heb check-out percentage uitstaan. Jeffy, ben je er klaar voor? Zeker. Ik zal zeggen, ga staan. Yes. Wil jij nou ook DartCounter gebruiken? Kijk even in de link in de beschrijving, daar staan de downloads links. Dan wensen wij Jeffy veel succes. Ja, en dan is ook de grote favoriet voor de 1001 game begonnen. Ja, zijn voorkornummer is natuurlijk Could You Be Love. Heeft dit jaar 3 keer een 9000 gegooid. Heeft dit jaar ook in de Premier League gestaan. En dat was tegen Rob Cross. En dat was in Ahoy. Was een hele speciale ervaring. Helaas trok hij het niet aan het langste eind. Hij heeft afgelopen weekend een kwartfinale plaats op het EK gehaald. Waar hij helaas verloor van Michael Smith. Omdat hij zijn dubbeltjes niet echt raakte. Ja, hij is zowel in 2015 als in 2018. Wanneer hij op zijn eerste dag een toolcard in Q-School. Dat is wel heel netjes. Beetje jammer dat het eind 2017 niks is geworden op de Tour. En in 2008 leek Jeffrey dus waar herboren. Ondanks dat er volgens mij al 280ers in zitten. Hij zit bij het ex-management van Van Barneveld. Iwan die hem supergoed begeleidt. Die zagen we afgelopen week ook op tv. Maar we gaan meteen even op het bord kijken. En er zit de volgende 180 er alweer in hoor. Ja hoor, Jeffrey de Zwaan weer 180. Ongelooflijk. Dan gaan we even naar het tussengemiddelde kijken. En dan is hij volgens mij gewoon op wereldrecordkoers. 128,40 gemiddeld. Is wereldrecordkoers. Dames en heren, Jeffrey de Zwaan, ongelooflijk. Vorig jaar natuurlijk op de World Matchplay die halve finale. Eigenlijk een beetje de grote doorbraak. Heeft dit jaar ook al een Player Championship gewonnen. En hij won dit jaar ook een Development Tour. Maar hij gaat nu richting een finish, laat 77 staan. Of 79 excuses. Gaan we naar onder toe. Enkele, was een triple 19. Oeh, mist meteen de pijl op dubbel 11. Is meteen het wereldrecord gaan vliegen. Ja, en hoeveel pijlen heeft Jeffy dan nog nodig om op een dubbel te komen? Hij moet onder die 29 darts van Danny van Trij blijven. Gaat het hem lukken? De eerste is mis. De tweede is ook mis. En de derde. Die zit erin en zo haalt Jeffrey de Zwaan het hoogste van alle dubbels bij elkaar. Die loopt een beetje lang terug. En hier de eindstand van de 1001 game. Op nummer 1, Jeffrey de Zwaan. Ja, Jeffrey, heb je 1001 game gehoord? Wat is je gevoel erover? Redelijk, ja. Als we terug gaan kijken naar de statistieken, heb je er 27 pijlen over moeten doen. Jammer van die dubbel 11, hè? Die zat er net tegenaan inderdaad, dus dat scheelt een beurtje. 111 gemiddeld. En daarmee heb
jij gewonnen. Je bent beter dan Wesley van Trijp, Danny van Trijp, Wessel Nijman, noem allemaal maar op. Iedereen die in deze serie langs is gekomen. Ik zeg Jeffrey, gefeliciteerd. Ja, onwijs bedankt. Prachtig, gefeliciteerd met je prijs. Ja, onwijs bedankt. Neem het mee voor onderweg naar Liggen. Ja, denk nog even naar Dags Actueel, dan naar de Rotary Jeugd WK. Dat komt zeker goed, dit gaat zeker mee. Heel veel succes. Dankjewel. Jongens, wil jullie bedanken voor het kijken. We willen natuurlijk Jeffrey bedanken. Kijkers, ook bedankt. En Jeffrey, we gaan kijken hoe jij te gaan afdringen. Komt helemaal goed. Dankjewel. Vond je dit filmpje nou leuk? Laat even een duimpje achter. Abonneer als jullie meer van dit soort content willen zien. En dan zien we jullie eventueel bij een andere serie.